Ik ben wel nieuwsgierig of er al wat onder mijn eerste aardappelen zit. Februari gepoot. Lijkt goed. Een aardappel die ook geschikt is voor friet. Dus een goed droog stofgehalte. En dat geeft ook smaak. Eerst de geroerd en de laatste ga ik nu poten. Mijn proefveldje om Vitofte-resistentie vast te stellen. Ik poot ze zo laat om lang een jong gewas te houden. De kans is dan groter dat ik goed kan beoordelen op gevoeligheid. Ook ben ik begonnen om labels op mijn proefveld te zetten. De meeste komen net boven. De zaailingplantjes heb ik hier op 10 centimeter afstand staan. Van de plantjes uit het hybride ras van Solinta heb ik ook een veldje gemaakt in de ouderejaars. Met het pootgoed op 16 centimeter en de consumptie op 30 centimeter. Die 30 centimeter komt ongeveer overeen met de 25 gram zaad per hectare die ze adviseren. Ter vergelijking heb ik er een veldje naast gezet met zelfbestuivingzaden van een eigen kloon. Plantjes op het erf zijn mooi aangeslagen, al valt het niet mee om de slakken eruit te houden. En de kruisingsouders zijn bijna zover dat ik kan gaan kruisen. Bedankt voor het kijken.